Ja. We komen net van de kamp. We hebben echt op 2:30 gepubliceerd. Toen was er een afscheid en we zijn hier naartoe getrokken. Want we willen vanochtend als eerste bij de toets zijn. Ja, dus we gaan hier slapen. Ja, en we hebben echt, we hebben superveel geleerd. Iedereen was echt onwijs gemotiveerd. Ja. Ik heb echt zelden zo gemotiveerde mensen meegemaakt. En in de kamp. Ja, in de kamp. Dat zegt natuurlijk al veel. Maar ja, de kamp inderdaad, dat zegt eigenlijk al alles. Dat zijn echt de intellectuelen onder ons. Ja. Maar ja, echt, maar, ik ken eigenlijk alles uit mijn hoofd. Ja, ik ook. Zeker cultuurgeschiedenis. Dat is echt... ik ben echt mijn ding. Bezig met groeien, of met leven met God. Dus ik echt... en we gaan zo nog even een paar liedjes zingen en... Dan gaan we slapen. En dan om 5:00 staan we op voor gebed. Ja, voor gebed voor de armen. Studenten. En nu gaan we lekker slapen. Dat is het. Doeg.